Handig. Leuke tekst. Heb je nog meer? In the year of 2000X, a super robot named Mega Man was created. Dr. Light created Mega Man. Boeiend. To stop the evil desires of Dr. Wily. Dr. Wily, je weet wel van Mega Man 1. Ja, Dr. Wily, ja. However, after his defeat, Dr. Wily created 8 of his own robots to counter Mega Man. Nou, dat is kloten. Dus gaan we nou maar snel omhoog. Het is best een groot gebouw. Dat zie je dan wel. Zijn we er snel? Ik ben er weer! Zelda Player 20 met een nieuwe Let's Play. Mega Man 2, we gaan er nou mee beginnen. Eventjes dit even snel uitleggen. Normal difficult. In Amerika en Japan hadden ze alleen maar gewoon press start. Daar had je geen normal difficult. Daar werd automatisch zeg maar de difficult settings voor gekozen. Dus dat gaan wij nu ook doen. Ben je nieuw met het spel, kun je altijd normaal kiezen. Dan is het een stuk makkelijker. Maar ik begin gewoon met difficult. Maar wel uitdagend voor mij blijven. Hè? Maar goed, als we gaan beginnen zien we dat er nu in plaats van 6 8 robots zijn die we moeten gaan verslaan. We beginnen namelijk met, weet je wat, we noemen ze even allemaal op. We hebben Bubbleman, Airman, Quickman, Woodman, Crashman, Flashman, Metalman en Heatman. Makkelijkste is om met Metalman te beginnen. Dat zeggen de meesten omdat Metalman zijn wapen het beste is. Maar aangezien dat hij een hele handige items in zijn level heeft, is het handig om eerst Airman te doen. Omdat Airman die geeft je een wapen wat dus handig is om die items te pakken krijgen bij Metalman. Dus wij beginnen gewoon met Airman. Nou, er zijn een paar dingen die zijn veranderd van Mega Man 1. Dit is Mega Man 2 natuurlijk. Mega Man 2 heeft een verhaal. Mega Man 2 heeft geweldige muziek. En sommige dingen zien er ook iets anders uit. Om te beginnen, we zien dat we geen scorebalk hebben. Nou, de controls die zijn precies hetzelfde. Dus we moeten alleen dadelijk heel eventjes eerst de items natuurlijk zien. En als we de items zien, dan kunnen we dus gelijk zien of... er viel er net eentje naar beneden. Maar ik wil ze eigenlijk gewoon eventjes laten zien tot ze even in beeld blijven. Dus Airman Stage, die kan nogal lastig zijn in verband met dat er veel manieren zijn om gelijk af te gaan. Een verkeerde sprong en... je ligt eruit. Nou, en die horens wil je natuurlijk niet raken. Dus dan loop ik gelijk hier even door. Kijk uit weg. Zoals je ziet zien de items hier er iets anders uit dan in Mega Man 1. Deze vorm hebben ze ook aangehouden voor de rest van de Mega Man's. Dus dat hoef ik maar één keer gelukkig uit te leggen. En dadelijk als ze ergens op een grond liggen of zo, dan kan ik ze beter uitleggen natuurlijk. Dus, en de wolken zijn natuurlijk ook zwaar irritant hier. Want als je dus met die wolken zit te kijken, dan... En ik moet heel eerlijk bekennen, dit is de tweede keer dat ik dit aan het opnemen. Want de eerste keer dat ik dit aan het opnemen was, toen had ik dus het probleem tot de hele tijd geboord doorheen zat. En dat kwam van onze niet zo vriendelijke buurtjes. Dus, maar nou loopt alles weer goed en ik heb dus weer een klein beetje kunnen oefenen. Dus, ja. Nou, in ieder geval, deze wolkjes die zijn nogal irritant, omdat je dan zeg maar, je loopt erachter. Dus je ziet niet precies waar dat je loopt. En deze vogels, als die eieren vallen, komen er heel veel kleine vogeltjes uit. En dat willen we dus voorkomen, dus ga weg. Nou, dan wil je hier helemaal naar rechts lopen en dan ga je achter de wolken en dan val je naar beneden toe. Dat is de bedoeling. En zie je precies hetzelfde. Links, die beesten kun je gewoon negeren. En dan val je ook weer naar beneden toe. En het leukste is, waar ben ik? Hahaha, ik zat achter de wolken. Yay. Nou, deze, hier moet je een beetje tactisch bij zijn. Dat is best wel grappig. Hier zie je namelijk die horens. Nou, dan wil je wachten totdat die horens ongeveer terug gaan komen. En dan wil je de volgende laten verschijnen. Want dan maak je dus zeg maar een soort trapje, zodat je mooi en snel hier overheen kan lopen. Dus... werkt het makkelijkste. Dit spel heb ik vroeger origineel gehad op de NES. Dus hier ben ik veel beter in dan in Mega Man 1. Dus die heeft mijn vader toen die tijd op de rommelmarkt gekocht, als ik me niet vergis. Dus in ieder geval, daar hebben we zo'n item. Dit zijn de health power-ups. Dit is een kleintje daarvan. Dan krijg je dus meer leven. Of dan kun je dus je leven bij herstellen. En... als we nou een grote zagen, een grote zul je waarschijnlijk al hebben gezien. Dat is dan gewoon een grote... hier hebben we een grote. Nou, dat is dus zeg maar om je leven te vullen. Nou, mijn leven die is vol, dus we hebben er niet veel aan. Maar we zijn al bij de eerste robotbaas en dat gaat wel lekker zo. Dus nou, we hebben alleen een Megabuster. Ik zou dadelijk wel het wapenscherm laten zien natuurlijk. Dus... maar eerst eventjes focus op de, op de robotmaster. Airman kan best wel vervelend zijn omdat hij schiet 3 keer zijn tornadootjes af. En hij blaast je weg met... en met zijn grote ventilator. En elke keer wil je daar proberen tussen te schieten. Nou, dan springt hij naar de andere kant toe.
En dan wil je hem zoveel mogelijk raken voordat hij dus zeg maar de hele tijd blijft schieten. En nou hebben we twee tornado's die er blijven staan. Hartstikke gezellig. Maar dat is dus de makkelijkste manier om Airman te verslaan met een Megabuster. Zorg er wel voor dat je minstens een halve levensbalkje over hebt. Dus wel net zo makkelijk natuurlijk. Dus. Nou, en wat dus ook helemaal nieuw is bij Mega Man 2 is dat elke keer als je een robot hebt verslagen, dat je dan ziet wat voor kleur dat Mega Man wordt en hoe dat een nieuwe wapen heet. Nou, deze die heet Air Shooter. Nou, dus dan weten we tot deze A gaat heten. Hè? Nee, dit is niks. Wordt niet geboord. En zowel dan horen de kijkertjes het nou ook meteen. Message from Dr. Light. Nou, Airman die heeft dus al gelijk. Dat is een van de drie robotbaas waar je dus iets extra's bij krijgt. Je hebt item 1 tot en met 3. En van Airman krijg je item 2. Dan laat ik dadelijk allemaal zien wat het is. Want item 2 is namelijk hetgene wat je mee wil nemen naar Metal Man Stage. Dus. Alleen jammer genoeg duurt dit zo lang. Get equipped with item 2. Nou, dat duurt allemaal zo lang. Stage select. Ja, je hebt een password, maar dat hebben we niet nodig nou dus. Want passwords, ik ga niet spoilen dat je in één keer zeg maar aan Dr. Wily kunt, want dat is niet nodig. Dus in ieder geval, Metal Man. Die heeft twee hele handige items die wij zeker niet willen missen. Even mijn headset goed doen, jongens. Van. En natuurlijk weer awesome muziek. En ze zijn aan het zagen, daar word je niet vrolijk van. In ieder geval, hier hebben we een E-Tank. Nou, E-Tanks, dat is hetgene wat Mega Man 1 zo onmogelijk maakt, omdat ze er gewoon niet in zaten. E-Tanks, die... ik zal gewoon het startscherm laten zien. Zoals je ziet hebben we hier de A en hebben we hier een blauw balletje met een E-Tank. Op het moment dat je heel weinig leven hebt, kun je een E-Tank gebruiken, zeg maar, om gelijk je leven weer helemaal tot maximaal te vullen. Nou, en hier hebben we dan die twee staan, dus we leren het alfabet. Nou, deze dingen die wil je absoluut niet raken, want die doen dus heel erg veel schade. Dus daar willen we wel voor oppassen natuurlijk, dat is heel erg belangrijk. En deze die, ja, hij flikkert ook wel een beetje, weet je wel, een beetje dat knipperen gebeuren. Maar dat is in Mega Man 2 niet zoveel als in Mega Man 1. Dus er zijn maar een paar momenten tot hij het eigenlijk echt doet, weet je wel. Tot hij echt aan het flikkeren is en al. Dus hier hebben we een beestje, die gaan we gewoon negeren. Dus ik wil Airman's wapen dadelijk natuurlijk ook wel voor jullie laten zien. Maar daar heeft hij nog weinig nut. Omdat deze beesten die kunnen daar tegen. En ik neem al veel schade. Ja, ik heb altijd een enkel gehad aan dat stuk daar. Dus, maar goed, in ieder geval. Item 2 wil ik jullie eerst laten zien. Item 2, dat is een plateau. Net zoals bij M van Mega Man 1. Dat is een raket, zeg maar, die je naar voren toe schiet. En daardoor kun je dus, zeg maar, op hogere plekken komen. Of snel hoog boven iets meegaan. En hoe langer dat plateautje zeg maar in beeld is, zoveel wapenenergie zal het gebruiken. Nou, dan gaan we gelijk door naar Airman's wapen. Nou. En dit is Airman's wapen. Nou, zoals je ziet, hij heeft geen effect op dat wiel. Dat kon een effect hebben op dat clowntje. Maar ja, jammer genoeg raakte ik dat clowntje niet. Dat wapen gaat dus recht omhoog en is dus best moeilijk te gebruiken om op gewone vijanden te gebruiken. Dus heel erg handig tegen Crashman, dat wapen. Dus. Nou, en hier zagen we dus net een heel klein wapenvul equipmentje. Dus even kijken hoor. Of ik er nog eentje kan laten spawnen. Dat zal wel fijn zijn. Deze, die wil je echt, die kun je alleen maar in het gezicht raken. Die moet twee keer raken. Met normal hoef je maar één keer te raken. Maar ik moet het toch uitleggen. Maar ja, waarom dat... Dankjewel voor het leven. Maar in ieder geval, waarom dat item 2 dus zo belangrijk hierin was. Daaronder hebben we dus een E-Tank. En de enige manier om de E-Tank te pakken, zover ik weet, is om hier naar beneden te vallen. En als je hier die sprong maakt, dan kun je misschien net die sprong maken. Maar dan moet je echt heel pietje precies die sprong maken. Maar als je item 2 hebt, dan loop je er gewoon overheen. Blijf. Ja, er zijn een paar glitches in dit spel, weet je wel. Maar niet echt glitches die handig kunnen zijn. Dus hier wordt alles fair en square ingespeeld. Dus nou, in ieder geval, Metal Man, we hebben daar nog niet zo zwakte voor. Want ja, vertel ik later wel in, denk donderdag of zo. Weet ik niet als we dan daar al zijn. Maar Metal Man is heel makkelijk. Metal Man die doet helemaal niks zolang jij ook niks doet. Behalve de baan omdraaien als je bij hem in de buurt komt en gaat schieten. Let op. Wee! Leuk joh. Maar ja, als ik schiet, dan schiet hij dus ook. Nou, en die Metal Blades van hem die zijn dus kei makkelijk te ontwijken. Hij schiet 2 of 3 Metal Blades als je op hem schiet. En die zijn dus heel makkelijk te ontwijken. Soms schiet hij er zelfs maar eentje. Dus zoals je ziet. Nou, dat zou ik eigenlijk een glitch laten zien. Ik wil hem wel proberen. Dat is wel zo grappig, hè. Moet ik even wat meer schade hebben eigenlijk.
Ik ga gewoon jullie proberen de glitch te laten zien. Ik ga het gewoon proberen. Ik vind dat leuk. Deze glitch is totaal zinloos. Je hebt er geen sodemieter aan. Wat je wil doen is je wil hem niet verslaan. Je wil hem eigenlijk op één energiestreepje laten zitten. Nou, weet je wel, dat laat ik wel bij een andere robotbaas zien. Er zijn er nog genoeg waar ik dat bij kan laten zien. Dus maak je maar geen zorgen. Maar goed. We hebben twee robotbazen verslagen. Nou, ik wou de eerste aflevering even simpel houden met mijn twee robotbazen. Dus ja, ik zie nou al tot ik op de 10 minuten en 30 seconden zit. Dus, maar goed, we hebben Metal Blade gekregen. En zoals je ziet krijg je dus hier niet de message van Dr. Light. En kunnen we dus gelijk verder. Nou, we hebben er al twee gedaan. In de volgende aflevering ga ik proberen de 3 te tackelen. Dan denk ik aan Woodman. Tot we daar even eerst mee gaan beginnen. Naar Woodman gaan we naar Bubbleman en van Bubbleman gaan we naar Heatman. Dus laten we proberen die 3 te tackelen in de volgende aflevering. Dus ja, bedankt voor het kijken en hoop ik jullie weer morgen te zien bij de nieuwe aflevering van Let's Play Mega Man 2. Dus dit was Zelda Play 20 en ik knip hem hier. Dus doei!